vanmiddag ga ik een vriendin ophalen, Zoe. En ja, ik heb echt helemaal niks meer. Ik heb nog niet eens ontbeten. En dat is zo not me. Ik ontbijt altijd. Dus dat tas staat klaar. Ook zoiets wat ik altijd vergeet. Daar heb ik ook al, dat is al 3 van deze tassen. Maar ik ga. Ik ben er en ik ga vandaag boodschappen doen bij het centrum. Want hier hebben ze de lekkerste fruit. En ik ben toe aan fruit. Oké, ik ben weer thuis. Ik heb vooral groente, fruit, brood, soep. Handig dingen gehaald. Oké, en ik wilde beginnen met schoonmaken en opruimen nu. Maar ik heb echt knallende hoofdpijn. Het klopt echt. En ik weet hoe dat komt. En het is eigenlijk heel slecht. Maar het komt omdat ik nog geen cafeïne heb gehad vandaag. Dus ik ga nu koffie halen. Dat is echt het nadeel hier. Ik heb geen koffiezetapparaat of zo. Dus als ik koffie wil, moet ik het letterlijk kopen bij een tentje. En ik heb dus even maar mijn pet opgedaan tegen de zon. Maar ik ga nu lopen naar de arena. Even een koffie halen. Daar is hij weer, jongens. Ze weten wat het is al mijn bestelling. Hij zei, hij slaat de dubbel espresso oatmeal. Ja. Oké, ik heb even gedoucht, mijn haren gewassen, bed afgehaald. Dus ik ben eigenlijk bijna ready to go. Moet nog even afdrogen, mijn afwas afdrogen. En ik zweet alweer, net klaar met douchen. Ongelooflijk. Jongens, het is ongelooflijk, maar ik ben er weer. Wachten op Zoe. Waar ben je nou? Ik heb wel een snap nu van Zoe. Dus even in ieder geval internet. Jongens, hij is er! Yay! Aankondig hoor, als je gaat filmen. Ik ga nu filmen. Oké, okay. Hey jongens. Zoe is ook de aansteker, dus ik ga het een aan het zoeken. Oh, ik heb er ook al een thuis. Echt? Nee. Oh. Oh. Ja? Dat als je binnenkomt, dat gelijk dit je slaapkamer zou zijn. Dat is niet waar. Nee. Nee. Oh, maar wat cute. Dit is de keuken inderdaad. Het is echt heel anders, ja. Dit is mijn bed van vanavond. Ja. Waar slaap jij dan? Ja, op de bank. Oh, je hebt wel lekker waaier, of hoe heet het niet? Een waaier. Wat een leuke... Wat echt gezellig dat zo hier is. Heet dat op de telefoon? We zijn bij Mambo. Zo heeft een ijskoffie besteld. Frappuccino. Ik moet mijn haren drogen. Voordat ik weg kan. En ik ga gelijk stotteren. Zoe, je voelt vuil al. Nee, lang en kort. Ik krijg het debuut in van Google. Wij hebben onszelf klaargemaakt en Zoe praat weer in haarzelf. Dat is echt ongelooflijk. Ik praat al de hele tijd in mezelf. Ja, ik weet niet of het helemaal goed gaat. Waar nou alles? Alles, je hebt niet een tasje bij je. Nee, ik ben dus mijn tasje vergeten in mijn. Zo, jij lijkt op een spook. Ja, echt. Naar jou? Nee hoor. Oké, jij hebt mijn sigaretten. Wij gaan uit eten. En verder heb ik niks nodig nog? Nee. Nee? Nee hoor. Nee. Telefoon misschien? Ja, dat doei. Yes. Het is jou echt uitgestorven. Op donderdag is het wel heel gezellig. Wat? Donderdag. Wat is het? Maandag. Oh. Shit. We zijn uit eten bij de Italiaan in de straat. En ik ging net een Awa di Limunchi bestellen en zo. Ik kreeg even 3 errors in mijn hoofd wat ik zei. Wat was dat? Oh, goed gesmoord. Wij hebben onze pasta gekregen. Ik heb een pasta met tomaatsaus. En Zoe heeft Alfredo met kip. Ik smaak smakelijk. En Mike is er ook. En de Awa di Limunchi. Good morning allemaal. Het is vandaag dinsdag. En ik ga naar stage. Zoe heeft zich omgekleed voor het zwembad. Ik ga haar zo afzetten bij het zwembad. En dan rijd ik door naar stage. En ik ben om 3 uur klaar. Dan ga ik ook naar het zwembad. Yay! Zon schijnt? Ja, binnen. Oh ja. Oké. Okay. En ik ben er weer bij Hofi. Het is echt een week geleden dat ik hier was, want vrijdag hoefde ik niet te komen. Ik ben alweer klaar met de stage en ik ben ook al in de straat. En zoiets bij Saint-Tropez. Dus ga ik nu heen. Ik kon iets eerder weg van werk. Dus dat is chill. En ik ben benieuwd hoe ik zo je aantref. Ik zie er.
Wij zijn terug aan het lopen naar huis. En Zoe gaat eerst douchen, want haar haar moet eerst drogen voor ze het kan stylen. Dus klopt. Het is nu bijna 5:30, denk ik. Hallo allemaal, welkom bij mijn vlog. We hebben even pauze. We hebben even een vlogpauze. Wij gaan vanavond eten. En waar gaan we eten? Ik weet de naam ook niet. Oh. In Otrabanda. Weet je nog beter wel? Nee, in Otterwand. Ik weet niet hoe het heet. Ja, dat was het eigenlijk wel. Nee, oké, okay, doei. Oeh. Kijk even. Oh, dat is heel mooi. We zijn onderweg. Echt heel succes. Mooi. Heel mooi. Nee, wij zijn aan het lopen naar Otterwanda. Ik ga Zoe een tour geven door Willemstad. Ja. Helemaal leuk. We zijn nu aan het lopen, zo ongeveer een kwartiertje lopen. Kan je dat wel? Op die cowboy laars van je. Ja. Er bestaan lelijke foto's en er bestaan lelijke foto's. Er heeft net iemand even een foto van ons gemaakt. Maar wacht, nee, andere kant op. Oh, nee, deze toch? Nee. Oh, dat wacht. Nee. Nee, die kan echt niet, kut. Moeilijk? Moeilijk? Wij zitten bij een restaurantje en het was echt heel druk. We hebben echt bijna het laatste tafeltje gepakt. En ook gewoon zitten. Ja, het personeel zei, oh ja, ga even kijken of de plek is. Maar het duurt zo lang, zijn we gaan zitten. En we hebben ons dus ook nog goed te drinken. En we hebben allebei een Awa di Limonchi. En deze is wat minder bitter dan... Ja. Mijn eerste keer, die was een shirt. En? Hoe voelt dat? Lekker. Echt prettig, hè? Ja. Echt fijn. Maar, ja, dat dus. Wij wachten op onze burger. Ik heb een vega-burger besteld, uiteraard. En Zoe, een koeienburger. Echt een vibe hier. Schattige lampjes. Oh, daar, in die boom. Wow. Ja, het heel mooi. Bij de snackbar. Leuk. Dit was hem weer. Bedankt voor het kijken naar deze video. En later. Zee. En tot de volgende.